Ik ben Karel de Zwart, oprichter van Repair Café Hoogstraten. Wat proberen wij in het Repair Café om kapotte spullen van de mensen te herstellen? Het zijn er van kleding, elektrische apparaten. Fietsen, maar ook meubelen, kleine meubelen. Zij komen hier op vrijwillige basis naartoe, zonder inschrijving, voorinschrijving, maar we doen wel. We vragen aan de mensen om dreigen even in te schrijven. Je bent met het bovenste, de gegevens, als je dat alles wilt doen. Jij wilt een formulier invullen? Ja, dat ben ik. Als je gewoon klant hier op deze zet. Het duurt niet meer dan een half uur. Dan gaat ze gewoon stilstaan. En ik heb daar echt vart van, ja. Je rekent op die slag en je hoort het niet meer. Dan hoop ik dat ze daar iets aan kunnen doen. Database aan kunnen leggen, maar welke doelgroepen dat wij kunnen bereiken en toch een beetje verder gaan. Dan worden de mensen doorgestuurd naar de reparateurs, zoals we ze noemen. Dat zijn van allerlei aard. Dus we hebben mensen voor kleding, we hebben mensen voor elektrische apparaten, voor meubels, maar ook voor fietsen kunnen hier terecht. Nadien wordt er aan de mensen gevraagd om een kleine vrijwillige bijdrage te storten in onze kas voor kleine onkosten. En toch nog een klein beetje een beoordeling te geven, zodat we weten dat we goed bezig zijn.